Hallo mensen, Liesje Vivier. Leuk dat jullie weer op mijn YouTube-kanaal komen kijken. En het is weer tijd voor een houten droomfilmpje. Wordt wel een kort filmpje, uh, maar waarschijnlijk ga ik wat vaker korte filmpjes opnemen. Want ik krijg steeds wat vragen nu mensen op vakantie zijn. En in deze periode is het altijd wat drukker met de vragen. Dus ik ga het proberen, dat is voor mij altijd al wel lastig, ik ga het proberen kort te houden. Maar een houten droomfilmpje. En waar ga ik het over hebben? Over het veranderen van de taal van de DJI Flyer. En die wordt vaak op de verkeerde plek opgezocht. En dan komen mensen er niet uit. Genoeg geduld, laten we beginnen. En het maakt in dit geval niet uit wat voor drone je gebruikt. Het gaat om de DJI Flyer. Er zit stadelijk wel een verschil in met een controle, met de, tussen de controllers met en zonder scherm. Hoe het gaat als je een telefoon of een tablet gebruikt, ga ik zo dadelijk laten zien. Maar ik ga eerst even naar de remote controls, de RC's die allemaal voorzien zijn van een scherm. Heel veel mensen denken ook dat de drone uh, geconnect moet zijn. Nou, dat is sowieso al niet het geval. Uh, je moet het volledig instellen in de remote control. Nou, wat, waar zit de verwarring? Is dat mensen denken dat ze naar profiel gaan, klikken dat aan. En die denken dan dat ze op het tandwieltje moeten klikken bij settings. En je ziet nu ook dat mijn remote control, die staat ook op Engelstalig. Klik op settings. En dan wordt er heel vaak gedacht dat hier aan de linkerkant taal ingesteld kan worden. Nou dat is niet het geval. Dat is bij de remote controls uh, waar geen scherm bij zit, is dat het geval. Bij de remote controls waar een scherm bij zit, moet je dat op een andere plek instellen. Ik ga uit dit scherm en ik zit nu eigenlijk op het bureaublad van mijn remote control. En we zien uh, rechts zien we ook weer het woordje settings staan. Ook weer een tandwieltje. Dat klik ik aan en ik scroll. Hier scroll ik naar beneden totdat ik system tegenkom. En die klik ik aan, want daar zien we language bij staan, time en backup zien we daar staan. Die klik ik aan, opent zich een nieuw scherm. En dan zien we bovenaan language en input zien we staan. Nou, die klikken we aan. En dan zie je dus dat die nu op Engels staat. Nou, ik wil uiteraard wil ik gewoon Nederlands hebben. Dus wat gaan we doen? We gaan een taal gaan we toevoegen. Nou, hoe kunnen we die taal toevoegen? Want die staat hier niet tussen. Je klikt languages, klik je aan. En dan zie je bovenaan zie je English Netherlands staan. Dan klik je op het plusje Add language. En dan zie je eigenlijk al vrijwel meteen bovenaan zie je Nederlands staan. Klik je aan. En dan staat hij op de tweede plek. We zien rechts zien we een soort hamburgertje. Die klikken we aan. En die slepen we Nederlands, slepen we naar boven toe. En we zien dus ook meteen eigenlijk al, als ik dus nu weer uit dit menu ga, zien we eigenlijk al meteen het gebeuren, Nu staat. De taal van de remote control, die staat op Nederlands. En op het moment dat we nu naar de DJI Fly app zouden gaan of gaan, dan zien we dus ook op het screen recorder bovenaan apparaatbeheer, forum en zo verder. Dus vanaf nu staat ook de DJI Fly app automatisch ook in Nederlands. Dus waar zit die verwarring? Heel veel mensen denken dat je in de DJI Fly app de taal moet instellen. Heb jij een remote control waar een scherm op zit, dan moet je dat altijd in de RC doen. En de RC, ik heb het net laten zien door op het tandwieltje te klikken euh, op je bureaublad. En vanaf daar de stappen volgen die ik net heb uitgelegd. Ja. Heb je een remote control zoals deze, waar geen vast scherm in zit? Dus waar je bijvoorbeeld gebruik maakt van een telefoon, een mobiele telefoon of een tablet, dan moet je toch anders te werk. Ik klik op profiel. En dan zien we dus bovenin, zien we device management staan. Helemaal onderaan. Zien we settings staan? Zien we helemaal onderaan? Die klik ik aan. En dan kom ik in een vervolgmenu. En in dat vervolgmenu kan ik naar beneden scrollen. En dan zien we als een van de laatste opties. Zien we language staan. Nou, uiteraard hetzelfde als met de vorige app. Die klik ik aan. Je ziet dat die op Engels staat. En dan scrollen we naar beneden. Totdat we Nederlands tegenkomen. Die staat helemaal onderaan. Dan vraagt hij: Wil je de taal veranderen? Doe je want change the language. Klik op OKé OK en je ziet eigenlijk vrijwel meteen dat de app in Nederlands staat. Want nu zien we in de tekst: voor je vliegt, krijg je wat tips en trucs. En als ik dus nu ook de DJI Fly app weer inga, dus bijvoorbeeld naar profiel ga, dan zien we dus dat bijvoorbeeld bovenaan de optie uh, apparaatbeheer er weer staat in het Nederlands. Nou, zo makkelijk kan je dus op deze remote control de taal instellen, door direct inderdaad via het profiel of in de DJI Fly app, moet ik eigenlijk zeggen. Om daar meteen naar het tandwieltje te gaan, de settings in te gaan, naar language te gaan en dan uh, de taal weer op Nederlands te zetten. Heb je een remote control met een scherm waar een scherm in, werkt, in verwerkt zit, dan zou je het via het tandwieltje van de remote control moeten doen. Zoals ik het eerder heb laten zien. Ik kijk even langs de camera heen, want ik sta langs een weg, langs een dijkje en ik zie denk ik mijn opdrachtgevers aankomen. Dus ik uh, ga een dro drone opdracht doen. Ik had nooit even de tijd om dit korte filmpje op te nemen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Hebben jullie wat aan dit filmpje gehad? Want ik heb deze vraag afgelopen twee weken best wel veel gehad. Laat dan even een duimpje achter. Hebben jullie aanvullingen? Laat het even in de comments achter. Ik kan ik zeer waarderen. Uh, want dan kunnen we met z'n allen weer wat van leren. Nou ja, en wellicht zijn dit soort filmpjes ook nog wel leuk om te bekijken. Doe mij een plezier. Vind je dit soort uh, 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 filmpjes die leuk? Mijn How to do filmpjes. Abonneer dan ook even op mijn profiel. Hey mensen, vlieg veilig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.